Dames en heren, het is weer zondagmiddag. Tijd voor De Ontdekking van de Hemel. Een programma voor Radio Kik. Over de hemel, de route ernaartoe en de mensen die er wonen. Uw presentator, Nederlands meest spraakmakende theoloog, Frank Bosman. Ja, goedemiddag luistervrienden. Welkom bij de vierde uitzending van dit maandelijks luistermagazin De Ontdekking van de Hemel. Vandaag praten we over Bijbel, geloof en cultuur. De Bijbel is immers een lastig boek. Voor vrome gelovigen is het van kaft tot kaft het woord van God. Heilig, onbetwijfelbaar, onfeilbaar en onveranderlijk. Voor iets kritischere gelovigen en bijbelwetenschappers is de Bijbel vooral een doolhof van oudere en nieuwere verhalen met honderden auteurs en redacteuren, elk met hun eigen theologische agenda. In de christelijke kerken en de Joodse synagogen wordt nog wekelijks in de Bijbel gelezen, maar van wie is die Bijbel? En laten we eerlijk zijn, wie leest dat oude boek eigenlijk nog? Een van de bekendste verhalen uit de Bijbel is wellicht het verhaal uit Exodus, waarin Mozes het uitverkoren volk weggeleidt uit de slavernij van Farao. Exodus vermeldt ook dat de Israëlieten veel goud en kostbaarheden met zich hadden meegenomen, het goud van de Egyptenaren. En met dit goud bouwden ze een groot gouden afgodsbeeld in de vorm van een kalf, maar ze gebruikten het ook om het tabernakel te versieren, de tent waar God onder hen zou wonen. En theologen als Augustinus gebruiken dit beeld om met een gelovige blik naar onze cultuur te kijken en daarin God aan het werk te zien. Hetzelfde geldt voor de Bijbel. Als je goed kijkt, zie je overal in zowel onze profane cultuur als in de christelijke theologie de Bijbel en de Bijbelverhalen opduiken. Soms onherkenbaar vermomd, soms recht toe recht aan. Wat betekent de Bijbel nog in onze tijd, in onze cultuur en in onze kerk? In de studio zijn te gast twee redacteuren van twee bijzondere Bijbelboeken. Archibald van Wieringen van de Tilburg School of Catholic Theology. Hij redigeerde het boek De Bijbel Theologisch, hoofdlijnen en thema's. Dat heet hij samen met Klaas Pronk. En hij won daar bovendien ook nog eens een keertje een prijs mee. En Marcel Barnhart, de Universiteit van Utrecht, deed hetzelfde met De Bijbel Cultureel. De Bijbel in de kunsten van de 20e eeuw samen met Gerda van Haar. En het laatste boek werd bekroond met de Theologie Publicatieprijs van 2011. Allebei van harte welkom. En ik wil graag beginnen, Archibald, met jou om te vragen, je hebt het ook bij je, de Bijbel Theologisch, laat het even zien en zeg even wat voor soort boek het is voor de mensen thuis. Ja, het is eigenlijk een heel spannend boek geworden, als ik dat zelf mag zeggen. Dat mag je. je zei je inleiding al terecht, die Bijbel is, dat is een palet van theologische ideeën. En we hebben een boek willen maken dat het handboek kan functioneren, zodat mensen die erin geïnteresseerd zijn, maar eventueel ook vakcollega's die niet zelf in de Bijbelwetenschappen actief zijn, daar wat hun weg in kunnen vinden. En daardoor hebben wij boekjes opgehaald in twee delen. Het eerste deel bekijken wij Bijbelboeken of groepen Bijbelboeken bij elkaar. Uh-huh. En stellen we de vraag, wat is de theologische boodschap van deze Bijbelboeken? En het tweede deel behandelen we een aantal belangrijke theologische items die in die Bijbel voorkomen. Kan je daar voorbeelden van geven van die items die je behandelt? Ja, zeker. Goed en kwaad bijvoorbeeld. Of wijsheid, gebed, het alledaagse leven. En die komen door heel de Bijbel heen voor. En die behandelen ook, zijn natuurlijk kort, door al die Bijbelboeken heen of verschillende tradities heen. Het ziet er namelijk uit als een heel dik boek. Je zegt ook het is een handboek. Ja. Is het een boek wat je van voor tot achter kan doorlezen als je dat leuk vindt? Als je dat leuk vindt, moet je het zeker doen. Maar of is het meer een opzoekboek? Meer zo'n encyclopedie? Nou nee, je kan het op twee manieren gebruiken. Ik weet mensen die gewoon elke week, zal ik maar zeggen, een hoofdstukje nemen. De hoofdstukjes zijn relatief klein, zo'n 10 pagina's. Dus dat is goed te behappen en in een aangename, leesbare stijl geschreven. Dus je kan het inderdaad gewoon van kaf tot kaf lezen. Maar het is ook als opzoekboek bedoeld. Dus daarom zitten achterin ook speciale registers waarin men of thema's of speciale bijbelteksten kan zoeken. En in welke contexten kan je zo'n thema dan vinden? Moet je dan denken aan liturgie of aan gespreksgroepen? Of? Inderdaad, beide zijn hele goede voorbeelden daarvan. Dus inderdaad, aan liturgie kan je denken, preek voorbereiden, gespreksgroepen. Maar het kan ook gewoon eigen interesse zijn of omdat iemand bezig is met een bepaald thema en van daaruit wil weten wat de Bijbel daar ook aan inbreng over heeft. Voordat we doorgaan op een van die thema's, om het ook een beetje wat meer in te kleden, wilde ik nog even vragen, waarom wilde jij of waarom wilden jullie dit boek eigenlijk maken? Voelden jullie een soort behoefte of wilden jullie een statement maken? Of
Nou, Klaas en ik, het is namelijk niet het eerste boek. Hè, het is formeel, geloof ik, geen serie, bibliotheek technisch. Maar laten we het zo maar even beschouwen. We hebben de Bijbel literair, bijbelcultureel. Dus we hebben van een heleboel van dit soort boeken. En wij vonden eigenlijk dat als het ware nog onderbelicht was de inhoud van die teksten. Het is Bijbel literair, dat gaat eigenlijk gewoon over hoe ziet de literaire structuur eruit. He, dus dat hoeft nog niet 1, 2, 3 over de inhoud te gaan. Een Bijbel cultureel, wat Marcel gedaan heeft, dat gaat natuurlijk veel meer over de doorwerking van die Bijbel in kunstvormen. En daarom hadden wij de behoefte om wat zichtbaar te maken wat nou die theologische inhoud van die Bijbel is. En zodoende ook duidelijk te maken dat die Bijbel niet één stem is, maar een waaier aan stemmen. Ja, maar dat kan de onschuldige lezer natuurlijk nog wel eens voor verrassingen stellen. Ja. Want als je de Bijbel normaal gesproken daarover leest en over praat met elkaar, als je het daar dan ook over hebt. Ja, het is één boek, daar zal toch wel één theologie achter zitten. En dat blijkt niet helemaal te kloppen. Nee, dat blijkt inderdaad niet te kloppen. De Bijbel is eigenlijk niet één boek, maar is een verzameling boeken. Voor christenen bestaande uit twee hoofdverzamelingen, Oude Testament en Nieuwe Testament. Maar zelfs binnen één Bijbelboek, een boek als Jesaja bijvoorbeeld. Een profeet. Een profetenboek, waar ik zelf nogal dol op ben. Daar is ook al een veelheid aan geluiden in te horen. En die niet zomaar tot elkaar, zeg maar, op één noemer terug te brengen. Als je er toch dol op bent, dan gaan we er gelijk op door natuurlijk. Van Jesaja kennen wij natuurlijk vooral als de profeet die in de liturgie gebruikt wordt als slaande op Christus, hè, rond Advent, Kerst. Jij zegt, daar zitten meerdere delen, meerdere theologieën achter. Vertel daar eens iets van. Ja, dus kijk, als je kijkt naar een boek als Jesaja, daar speelt mee, zeg maar, de hele kwestie rond hoe is een goede koning? Hoe functioneert dat? Wie is een goede leider van het volk? Dat is heel actueel eigenlijk trouwens tussen twee haakjes. Ja, dat is inderdaad. Misschien moet de formateur of de informateur maar dit boek gaan lezen. Van mij mag hij dat zeker doen. En je ziet dat Jesaja stelling kiest. Dus ik denk dat dat overigens een eigenschap is van heel veel bijbelboeken. Ze barsten van de zelfkritiek. Dus het boek Jesaja neemt stelling. Die vindt dat die koning dat niet altijd goed doet. Maar het is ook een boek die bijvoorbeeld gaat over de ballingschap, wanneer het koningschap totaal ontaard is en de hele boel als een kaartenhuis in elkaar. Er is geen koningschap meer, hè, tijdens de Babylonische ballingschap. Ja, precies. En hoe moet je dan verder? En wat spreekt daaruit? En natuurlijk ook, hoe moet je dan verder in religieuze uiting? Hè? Wat zegt dat als... Want ze waren de tempel natuurlijk kwijt, want als je in Babylon hebt, hè, tempel als centrum van de Israëlitische cultus. Ja. Het is opvallend bijvoorbeeld dat dus dat hele aspect tempel volgens mij helemaal geen hoofditem is binnen het boek Jesaja. Het speelt wel een rol binnen het beroemde verhaal van de roeping van Jesaja in Jesaja 6. En ik kijk even naar mijn buurman. Volgens mij zijn er in de kunst heel veel afbeeldingen van dat verhaal. En daarop volgt Jesaja 7, want jij wees op de advent, zie de maagd zal zwanger worden en een kind baren. Ik bedoel, geweldig populair. Maar eigenlijk die tempel kom je verder niet heel erg veel meer tegen. Ik bedoel, blijkbaar is, zeg maar, de kern van de religieuze uiting, zoals in de profeet Jesaja een rol speelt, gaat over het vertrouwen stellen in God meer dan in de alle niet aanwezigheid van een gebouw. Jesaja is wel een van de profeten die verwijst naar een nieuwe wereld, naar een nieuwe toekomst, als de Messias zal komen, wie dat voor hem dan ook mogen zijn. Die is door christenen altijd betrokken op Jezus van Nazareth, als de Messias. Maar even terug naar het Bijbelboek. Hoe ziet Jesaja die nieuwe tijd en die nieuwe wereld en die nieuwe Messias voor zich? Ook dat is heel erg divers. Als we spreken in het begin van het boek Jesaja en we zien hem daar spreken kritisch over een koning, met die eigen naam Agas, dan denk ik helemaal niet dat hij het heeft over een tijd van 7 eeuwen later, namelijk de tijd van Jezus. Hij trekt dat veel dichter bij elkaar. Hij zal wellicht denken gewoon aan de directe opvolger, misschien wel in eerste instantie van koning Agas, dat is koning Hiskia. Op het moment dat die een rol gaat spelen in zijn bijbelteksten, dan zie je dat hij over crisis is op Hiskia. Ja, precies. En als het ware, zeg maar, dus zijn visie op de toekomst, dat is niet ver weg, want dan is het als het ware niet meer actueel. Maar hij haalt dat als het ware dichtbij. Het kan morgen gebeuren. Het kan morgen gebeuren. En iedere keer wordt dat, zeg maar, gereactualiseerd. Ongeacht welke koning er zit. Zelfs ook straks ongeacht als er geen enkele koning meer is.
Christenen hebben deze teksten van oudsher betrokken op iets wat dan 7 eeuwen later gebeurt. De geboorte van Jezus van Nazareth. Is dat een probleem? Mogen wij als christenen die oud-testamentische teksten lezen alsof ze over Christus gaan? Ja, daar zit het probleem niet. Het probleem zit hem in of je dat exclusief doet. Ik bedoel daar hiermee... Leg eens uit, ja. Kijk, teksten houden betekenis doordat je ze leest en blijft lezen. Een boek dat niet gelezen wordt, heeft geen betekenis. Ja, wel binnen textueel, maar niet naar concrete mensen toe. Dus het is helemaal niet erg dat die boeken herlezen worden en opnieuw geactualiseerd worden. Jesaja doet dat zelf in zijn boek, dat vertelde ik net, over Agas, over Hiskia, de tijd daarna. Dus waarom zou een christen dat niet mogen doen? Maar op het moment dat je zegt van, en dus heeft het geen betekenis meer voor bijvoorbeeld een Joods leespubliek, of binnen de tijd van Jesaja zelf had het niet zo'n volle betekenis. Dus wanneer het gaat exclusiveren. Ja, dat je zegt dat het alleen maar voor ons christen is, dan heb je een probleem. Dat vind ik van wel. Oké. Een thema wat je zelf ook net al aansneed was goed en kwaad. Dat vind ik zelf altijd een heel moeilijke kwestie van... God is goed en barmhartig en rechtvaardig en toch gebeuren er slechte dingen aan goede mensen. Ja. Goede dingen aan slechte mensen. Ja. Hoe gaat de Bijbel daar mee om? Nou, allereerst door gewoon te zeggen dat de Bijbel dat zelf ook een probleem vindt. Ah, dat is wel eerlijk. Dus zeg maar onze ervaringen, en die zijn als het ware helemaal niet nieuw ten opzichte van ervaringen van mensen zoveel eeuwen geleden. Ik denk dat dit soort menselijke ervaringen universeel zijn en altijd een rol spelen. En die Bijbel komt natuurlijk ook geconfronteerd met het feit dat goede mensen slechte dingen overkomen. En dat er slechte mensen zijn die het altijd goed gaan. En dat vindt men inderdaad niet fijn. Problematisch. Er is natuurlijk ook geen hiernamaals. Dus een soort beloning of een soort rechtvaardigheid na dit leven. Nou, dat hiernamaals hangt daar wel in die zin mee samen. In die zin dat, kijk, wat de Bijbel zal zeggen is dat God is in de Bijbel partijdig. Dat wil zeggen, hij houdt wel van alle mensen. Maar de mensen die slachtoffer zijn, die kant kiest hij. En de mensen die slachtoffers maken, daarvan zou hij willen dat die mensen zich bekeren, omkeren, andere dingen gaan doen. Dus die mensen vallen niet buiten zijn genade, om dat woord dan maar te gebruiken. Maar hij wel duidelijk voorkeur. Hij kiest partij, precies. Hij kiest partij, precies. Ja. En inderdaad, in het Oude Testament zie je geen uitgewerkt geloof in een leven na de dood. Terwijl dat natuurlijk algemeen was, al in de antieke wereld en in alle godsdiensten komen daar beelden van voor. Dat de Bijbel dat niet doet, is denk ik eerder een protest tegen al die volken rondom en al die godsdiensten rondom die dat wel hadden. Maar wat het gewoon een soort projectie was van ons aardse leven op een leven na de dood. Was je hier slaaf, was je in het hiernamaals slaaf, was je hier koning, was je in het hiernamaals koning. De Egyptische mythologie, En dat is niet eerlijk. Dat is precies zeg maar die ervaring van goede mensen treft het slechte en slechte mensen treft het goede. En dat gaan we natuurlijk niet voortzetten in een leven na de dood. Dus dat ontbreekt. En dus ook als je iets weglaat, kan dat een teken van protest zijn. Absoluut. Wij denken altijd dat als je het ergens niet mee eens bent, dat je het moet benoemen. Maar jij zegt eigenlijk, de Bijbel doet dat niet uit protest. Ja, die heeft eigenlijk daar geen voorstellingswereld bij, omdat dat gewoon niet functioneel is binnen het Bijbels theologisch perspectief. En totdat zeg maar dat proces zo groot moet worden, dat ze het wel doen. En dat is eigenlijk in de crisis van de Jodenvervolging, in de 2e eeuw voor onze jaartelling, onder de Seleuciden, dat waren heersers in het toenmalige Damascus, die eigenlijk een eerste godsdienstvervolging opzetten. Dus daar is het echt van extreme vorm dat goede mensen, gelovigen, het kwade, vervolging, namelijk de dood treft, marteldood. Ja. En dan ontstaat pas eigenlijk een theologie van leven na de dood in de vorm van een opstanding van de rechtvaardigen. Maar dat er ook protesttheologie, namelijk dat God zich zo verbindt met deze slachtoffers, dat hij over de dood heen trouw blijft aan zij die trouw waren aan hem. Ik krijg wel een beeld van een hele menselijke God die bij wijze van spreken naar beneden komt, in het kamp van de slachtoffers gaat staan en zijn armen eromheen slaan. Het is een soort heel fysieke God bijna. God is zeker heel fysiek in de Bijbel. Ook dat is een aspect in het Oude en Nieuwe Testament. Waarin God inderdaad
heel nabij is en dat met dus al onze menselijke aspecten ook waarneembaar zou kunnen zijn. Dus God is niet alleen iets geestelijks, God zit ook in het lichamelijke bewustzijn van mensen. Ook weer een reden om dat oude boek opnieuw ter hand te nemen voor dit moment, Archibald van Wieringen. Dankjewel. Alsjeblieft. Marcel Barnard, ik wil in het tweede gedeelte naar jou toe gaan, maar vooral ook naar je boek, De Bijbel Cultureel. We hebben het over Prediker toevallig, vanwege het lied. Ja. Wat staat er in Prediker in jouw boek? Ja, Prediker, het eerste stuk wat over Prediker gaat, is een beschrijving van Samuel Beckett's Wachten op Godot. Bekende stuk. Ja, het bekende stuk van twee zwervers die wachten op een zekere Godot, die laat weten dat hij niet komt. En er is heel veel gespeculeerd over wie die Godot nou is, of ook wel gesuggereerd dat het God is. En het staat hier bij Prediker omdat in het boek Prediker, dat is wijsheidsliteratuur. En God is daar eigenlijk wat op de achtergrond aanwezig, zou je kunnen zeggen. Het is niet een boek waar, dus heel veel Bijbelboeken gaan nadrukkelijk over God. Die doet iets dit of die zegt niet, iets. Dit boek gaat over het leven. Hè? Dus geniet het leven, eet je brood met vreugde, drink je wijn met plezier. Geniet het leven met de vrouw die je lief hebt, want zo heeft God het gewild. Dat is de teneur van Prediker. Dus ja, wie is die God waar we op wachten? Dat is eigenlijk wel grappig, want je beschrijft nou een beeld van Prediker waarvan ik denk, goh, een sympathieke man. Terwijl Prediker normaal gesproken zo'n associatie heeft van een beetje vervelende, depressieve man die het allemaal niet meer zo ziet zitten. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Dat vals beeld. Ja, denk ik. Hij heeft zijn naam natuurlijk ook niet mee. Die naam heeft hij ooit heel laat gekregen. Als ik het wel heb, pas in de 16e eeuw heeft Luther hem zo genoemd. Dus in het Hebreeuws heet hij Kohelet. En hij heeft dat vertaald met prediker. Maar dat klopt niet helemaal. Nou, ik zou het, als je het boek leest, dan denk je niet aan het beeld van een preek in de klassieke zin waarin wij dat woord gebruiken. Maar is het dan een soort guru of is het een wijsheidsleraar? Ja, het is een wijze man die wijsheidsliteratuur geschreven heeft. Eigenlijk is het een verzameling van wijsheden zoals die in het oosten, het oude oosten, omgingen. Dus we hebben geen één auteur verzameld in dit boek. We hebben een verzameling van auteurs. Ja, er zijn meerdere wijsheidsboeken in de Bijbel. En voor zover ik begrepen heb, zijn dat collecties van weer verschillende auteurs, verschillende schrijvers. Wat Archibald net ook zei, hè, of wat jij zei, dat die Bijbel is een bibliotheek van boeken en boekjes en auteurs en meningen, et cetera, et cetera. En in die wijsheidsliteratuur zit ook niet één stroom. Maar als ik het boek Prediker zou moeten samenvatten, dan zit daar wel iets in zekere zin berustends in. Van, hè, alles gaat zoals het gaat. De zon gaat op, de zon gaat onder. Kunnen we niks aan doen. En de rivieren stromen naar de zee. Maar daardoorheen speelt toch altijd dat geniet het leven. Want zo wil God het. Dat stuk over wachten op Godot staat, over Prediker staat in jouw boek De Bijbel Cultureel. Ja. Ik heb het ook in het Archibald gevraagd, vraag het ook aan jou. Kan je een beetje vertellen aan de luisteraars wat voor soort boek dit nou eigenlijk is? Ja, de Bijbel Cultureel is een boek wat in kaart brengt hoe de Bijbel in de kunsten van de 20e eeuw aanwezig is. Dus de 20e eeuw, dat is een belangrijke bijstelling. Als je websites gaat afspeuren, dan vind je heel veel over de Bijbel in de middeleeuwse kunst. En daar is ook heel veel over. Maar de claim is eigenlijk altijd Dat in de moderniteit de Bijbel verdwenen is uit de kunsten. En wij hadden het gevoel dat dat niet zo was. En dat zijn we gaan onderzoeken. En inderdaad, er is ongelooflijk veel. En het was moeilijk om te kiezen wat we... Is de Bijbel dan zo populair in de kunst, in de cultuur van de 20e eeuw? Nou, populair is misschien het woord niet, maar de Bijbel is nog heel nadrukkelijk aanwezig. En het is kennelijk een boek wat zo belangrijk is, dat heel veel kunstenaars zich daarmee verstaan. En dat zijn kunstenaars uit alle disciplines. Dus in de literatuur, de muziek, de popmuziek, de beeldende kunst, het theater. Ik vergeet er geloof ik nog één, dat al die kunsten is de Bijbel aanwezig. En doen de makers van die cultuuruitingen, van die films, van die toneelstukken, baseren ze zich dan expliciet op een Bijbelboek of een Bijbelpassage? Mm-hmm. Of gaat het eigenlijk per ongeluk? Nou, dat kan op heel verschillende manieren. Dus de 20e eeuw is niet meer een, dat is een open deur die ik nu ga zeggen, is niet meer een tijd waarin één stroming bestaat. Dus dat geldt ook in de kunsten. Dus dat is heel verschillend. Misschien een paar voorbeelden. Ja, als je in de muziek denkt, Stravinsky
is op latere leeftijd teruggekeerd naar de Russisch-Orthodoxe Kerk en heeft in opdracht van die kerk veel geschreven en ook zichzelf opdrachten gegeven, bijvoorbeeld om een psalmensymfonie te maken. Dat is geen liturgische muziek, maar wel heel nadrukkelijk. En heel expliciet heel expliciet bezig met de Bijbel. Hetzelfde geldt voor Schoenberg. Hè. Dan hebben we de twee grote vaders van het modernisme in de muziek. Is teruggekeerd naar de synagoge op latere leeftijd. Een Joodse kunstenaar. Hij heeft bijvoorbeeld Moses, die beroemde opera van Moses en Aaron gemaakt. Dat verstaat zich heel nadrukkelijk met de Bijbeltekst. Ja. En, Exodus. Aan de andere kant vind je toevallige referenties. We hadden net even Prediker. Samuel Beckett is niet bezig met Prediker. Dat is niet een vertaling van Prediker. Maar er zitten wel referenties in. Dus dat is meer in de marge, zou je zeggen. Of op de ondergrond, op de achtergrond. Soms is het ronduit afwijzend. Dat komt ook voor. Kun je een voorbeeld van geven? Laten we zeggen een voorbeeld. Ik weet niet eens of het in het boek voorkomt, maar veel romans van Maarten het Hart. Die is altijd bezig met dat boek van zijn jeugd. Maar hij wijst het volstrekt af. Maar je kunt Maarten het Hart niet begrijpen. Of Jan Wolkers weer op een heel andere manier. Je kunt die auteurs niet begrijpen zonder dat je iets van de Bijbel weet. Soms is het ook heel... ironisch, maar toch bevestigend. Een auteur als Gerard Reve is daar een voorbeeld van. Dat zat ik mee in mijn hoofd. Bij hem weet ik nooit of hij het nou godslastelijk bedoelt wat hij zegt. Ja. En met de beroemde passage van het ezelsproces. Ja. Hè, met die ezel die dan, waar hij dan allerlei dingen mee doet. En die beeld van God is. En het beeld van God is. Dat zegt hij ook expliciet, zeker. Want hij spreekt hem aan als God. Is dat dan blasfemisch of is het een soort van paradoxaal geloof? Je kunt daar je vinger nooit goed achter krijgen. Dus dat is typisch 20e eeuw. Dus er blijven paradoxen in zitten. We weten wel van Gerard Reve dat hij op latere leeftijd Rooms-Katholiek is geworden. Is gedoomd door Ben Hemelsoet destijds in Amsterdam. En toegetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk. Hij was een beleidend christen. Tegelijkertijd zijn er ook dit soort... of vele van dit soort teksten van hem waarin... doxologische taal, lofprijzende taal, klassieke theologische taal... naast banale taal staan. Ja, dus daar zit een ironie, een paradoxaliteit in die je niet kunt oplossen. We hebben eigenlijk nu drie voorbeelden gehad en alle drie zijn bekeerlingen. We hadden Stravinsky die terugkeert naar de Orthodoxe Kerk. We hadden Schoenberg die naar de synagoge teruggaat. En Reve die zich tot het katholicisme bekeert. Hebben jullie dat vaker in jullie boek? Dat mensen die zich met bijbelse thema's bezighouden in hun culturele werk, dat die de neiging hebben om een bepaalde religie aan te gaan hangen? Of is dit toeval deze keer? Nou, dit is toeval. Hè? We hadden ook Maarten het Hart en Jan Wolkers die er juist van afgekeerd zijn. Kijk, Schoenberg en Stravinsky, die zijn wel geboren in die kerk. Dus ik zeg even keren terug. Ik bedoel meer van zijn zich op latere leeftijd weer bewust geworden van hun wortels. Geloof is niet altijd even sterk in iedere levensfase aanwezig. En dat geldt kennelijk ook voor kunstenaars. Ja. Als je dit boek leest, word je dan een cultuuroptimist of een cultuurpessimist? Nou, dat vind ik een lastige vraag. Nou, stel ik hem ook. laat ik hem anders formuleren. Als je dit boek leest, denk je dan van... Goh, het valt eigenlijk best wel mee met die zogenaamde godloze staat van onze samenleving. Eigenlijk is religie overal nog te vinden. Of is het dat je denkt van ze hebben er een potje van gemaakt en het wordt alleen maar slechter? Kijk, wat je ziet is is dat ieder zijn eigen opvatting en zijn eigen geloof samenstelt. En dat zie je ook bij kunstenaars. Hè? Niet alleen bij kunstenaars, dat zien we ook in gewone religieonderzoeken. Mensen denken niet meer in de lijn van een kerk of van vroeger een zuil. Hè? Als iemand gereformeerd is, weet je niet meer precies wat hij allemaal denkt. Hetzelfde geldt voor Rooms-Katholieken, et cetera, et cetera. Dat is bij kunstenaars ook. Dus er is een heel persoonlijke toe-eigening van de tekst. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus en waren die kunstenaars daarin voorlopers op...
ik zal maar zeggen, de grote gedeelte van de bevolking? Nou, dat denken we, maar je zou ook kunnen zeggen dat de secularisatie al in de 19e eeuw inzet en de persoonlijke toe-eigening. Dus het idee is altijd dat dat pas in de jaren 60 komt, maar waarschijnlijk heeft dat al veel eerder zich doorgezet. Alleen het is nog niet zo duidelijk. Omdat... Over die toe-eigening, hè? Kan je zeggen dat bijvoorbeeld Luther, die begint met het vertalen van de Bijbel in de volkstaal, ook een toe-eigening daarvan is? Nou ja, kijk, op het moment dat je, en daar is de reformatie heel duidelijk een katalysator in geweest, op het moment dat je zegt iedereen een Bijbel in huis, begint natuurlijk een persoonlijker toe-eigening dan wanneer je collectief die Bijbel leest en er één iemand is die hem uitlegt. Dus daar begint wel, of daar is een belangrijke katalysator in dat proces van de moderniteit en de persoonlijke toe-eigening, ja. Het boek De Bijbel Cultureel heeft ook een prijs gewonnen. Dat is nog even mijn laatste vraag voor dit blokje. De Theologie Publicatieprijs van 2011. Heb je daar iets van gemerkt? In de zin van, ben je veel voor de radio en de televisie geweest? Heb je je boek lekker kunnen verkopen? Nou Frank, volgens mij zaten wij een half uur na uitreiking samen in de Radio 1 studio. Ja, maar dat mag ik nou even niet zeggen. Omdat jij theoloog van het jaar werd dat jaar. Ja, ik heb er heel veel van gemerkt. En dat gaat eigenlijk nog steeds door. Dat is heel grappig. Nog een paar maanden terug stond ik ineens met een foto achter op de NRC. Die ontdekt hadden dat we die prijs hadden behaald. Dus het heeft NRC veel... loopt wat achter, maar... Ja, het is niet anders. Maar ze hebben het ontdekt. Precies. Dus het heeft veel publiciteit gegenereerd. En je merkt zo'n prijs, dat doet het boek goed. En dat is gewoon leuk. Leuk om te horen. Bedankt voor dit moment, Marcel Barnard. We zijn vandaag in de vierde aflevering van De Ontdekking van de Hemel. We hebben het vandaag over Bijbel, geloof en cultuur. In de studio zijn te gast Archibald van Wieringen en Marcel Barnard. En ze hebben allebei een boek geschreven wat draait om Bijbel. De ene Bijbel theologisch en de ander Bijbel cultureel. En in een derde gedeelte van de uitzending wil ik eigenlijk de blik wat gaan richten op een aantal Jezusfilms. Nee. Heel veel mensen kennen die films. Ik noem even Jesus Christ Superstar, Jésus de Montreal, The Passion of the Christ, Evangelio Secundo Matteo. Daar hebben jullie vast allebei in het kader van jullie boek over nagedacht. Dus ik wilde vragen, dan wil ik met Marcel beginnen deze keer. Jesus Christ Superstar. Die film heb je gezien, dat kan niet anders. Wat vind je van die film? Nou ja, die film heb je gezien. Die film heb ik wel 4-5 keer gezien. Dat was in mijn middelbare schooltijd, was dat de film. Welk decennium zitten we dan? Dan zitten we in de 70's. In de 70's? 70. Ja. Long time ago. Mm-hmm. Maar toen was dat de film. Dat was een soort doorbraak van het evangelie. Kan dus ook in gewone hedendaagse taal worden gebracht. Dus zo'n troep zwervende hippies die daar telkens dat verhaal van Christus opvoerden. Dus ja, ik heb die film heel veel gezien. Ja. En maar het zijn dus ook jeugd- of adolescentie herinneringen. Ja. De film staat ook in het boek en hij is bijvoorbeeld interessant omdat die hele figuur van Judas zo naar voren komt. Wat is er met Judas in de film? Misschien voor mensen die de film niet op Netflix hebben staan? Die wordt daar niet neergezet als de personificatie van het kwaad, maar als iemand die zijn rol speelt, zeg maar, en die toch ook sympathie wekt. Een soort tragische figuur misschien? Ja, dat is misschien alweer te veel gezegd. Ja. En het was natuurlijk een zwarte acteur, dat maakt in die tijd natuurlijk ook nogal wat lossen. Ja, dat de black guy was de bad guy. Ja, dat lag dat natuurlijk wel gevoelig. Ja. Archibald, heb jij de film gezien? Ja. Niet toen die uitkwam, toen was ik nog te jong. Als je even wil vertellen wat jouw herinneringen daaraan zijn, dan wil ik even op Judas verder gaan. Nou ja, mijn herinneringen aan de film. Ja, ik vond hem wat schitterend om te zien. En meestal werd hij, ik zag hem op de televisie als hij op Goede Vrijdag werd uitgezonden. Nog vaak steeds. Op een commercieel kanaal. Ja. En dan ga ik er altijd nog even voor zitten. Ik zie hem graag. Ik vind het geweldig interessant. En het zit hem eigenlijk in, want Marcel gebruikte dat zojuist, dat woord, in het woord toe-eigening. Hè? Dus ik denk dat het iets is wat in de Bijbel zelf al aan de hand is. En wat je dus ook, zeg maar, in de receptie van die Bijbel ziet. Hè? Dus Bijbelteksten, en Bijbel, die bouwen weer voor op nieuwe Bijbelteksten door ze toe te eigenen. Zeker in het Nieuwe Testament zie je dat gebeuren. Hè? Die Nieuwe Testamentische auteurs, teksten die hebben wat wij nu Oud-Testamentische teksten noemen, gelezen. En die gaan daarmee knutselen om dat verhaal van Jezus neer te zetten. En we hebben 4 van dat soort verhalen. We hebben 4 evangelieën. We hadden het zojuist over de Bijbel is een
palet. Nou, dat zie je ook als het gaat om toe-eigening. Heb je toch ook niet één weg. Dus dat zie je in die Bijbel zelf. Vier versies van het leven Jezus. Ja, vier manieren waarop je tegen dat leven aankijkt. Hè? Dat gaat niet om een verslag van wat er precies gebeurd is. Hè? En je ziet in de receptie van die evangelie dat het in die films ook weer zo gaat. Hè? Want jij noemde nou net een aantal Jezusfilmen die dat allemaal weer op hun eigen manier doen en met hun eigen vragen. En in hun eigen tijdbeeld ook. Hè? Dat is het aardige. Ik denk dat ik die film daarom ook zo mooi vond toen. Jezus wordt daar neergezet als een soort hippie avant la lettre. Hè? En Judas is een fan van Jezus. Zei het dat hij een teleurgestelde fan is. Dus dat het wordt helemaal in die jaren. Elke tijd heeft zijn eigen Jezus. Ja. En elke tijd brengt ook zijn eigen Jezusfilm met zich mee. Elke tijd en ook elke regio heeft zijn eigen Jezus. Oké, even terug naar Archibald. Marcel sprak er net over de rol van Judas in de film Jesus Christ Superstar. De black guy, die teleurgestelde fan zei je. Die figuur van Judas in het Nieuwe Testament. Hoe zit dat met die man? Beetje vreemde man heb ik het altijd gevonden. Hij komt erin en hij gaat eruit. En hoe zit dat nou met die man? Nou ja, het is denk ik niet aan mij om daar nu het laatste woord over te zeggen. Nou, het eerste woord. Maar kijk, wat ik wel heel interessant vind, is dat we ook vaak die Bijbel benaderen met zeg maar beelden die wij in ons hoofd hebben zitten. Hè? Marcel wees daar zojuist op als toen het ging over het boek Prediker. Hè? Van, goh, sombere man, of geloof ik jij dat ingebracht. Dat was ik in dit geval. Ja, nou ja, goed, in ieder geval, daar waren we over in gesprek. Ja, dat is vaak een beeld wat bij ons leeft. En dan maar de vraag is of dat klopt als je dat toetst aan de tekst zelf. En eigenlijk is die soortgelijks aan de hand met Judas. Als je naar de Bijbelvertalingen leest, dan wordt Judas verrader genoemd. Ja. Maar het Griekse woord wat er staat is overleveraar, iemand die overlevert. Is dat een verschil? En dat woord overleveren wordt voor alle anderen ook gebruikt. Dat wordt gebruikt voor Pilatus, dat wordt gebruikt voor de gerechtsdienaars. Dus ze hebben hem overgeleverd. Levert aan en de een levert hem over aan de ander. En er wordt voor Judas dus niet een speciaal woord gebruikt. Al die anderen doen precies hetzelfde. Hij is de eerste in een keten van mensen die van Jezus doorschuiven eigenlijk. Ja, totdat de hete aardappel. De hete aardappel. Ja. En door speciaal voor Judas daar een ander woord voor te kiezen, verrader, lijkt het of Judas een speciale functie heeft, een extra negatieve functie. Terwijl ik denk dat die Bijbel daar een stuk genuanceerder over is. Want eigenlijk vinden de evangeliën dat iedereen het rond Jezus in de steek laat. Hè? Iedereen vlucht weg. Nou ja, denk aan het verhaal van het laatste avondmaal. Hè? Dan een van jullie zal mij overleveren, zegt Jezus dan. En dan zegt hij al die leerlingen, ben ik dat soms? Ja, hallo, dat weet je toch van jezelf? Dat hoef je toch niet te vragen? Het feit dat ze het allemaal vragen, betekent dat ze het allemaal hadden kunnen zijn. Je opent wel een hele nieuwe manier een Bijbeltekst. Ik vind dat je dat knap doet. Dat zit ook in Marcel. Jesus Christ Superstar. Judas stelt ook vragen. Ik heb hier even de tekst voor me. Die zingt op een gegeven moment een liedje. Did you mean to die like that? Don't get me wrong. I only want to know. Dus hij is ook nieuwsgierig. Hij begrijpt het niet. Hij is ontgoocheld. En dan vraagt hij ook van hoe zit dat nou? Is die figuur van Judas in de moderne Jezus-verfilmingen een belangrijk figuur? Ja, hij is een heel belangrijk figuur. In de Bijbel is hij een wat, behalve dan die ene keer dat hij Jezus verraadt, maar voor de rest is het een wat marginaal figuur. Maar in die films, zeg jij Marcel, krijgt hij een veel grotere rol? In al die films heeft hij een duidelijke rol, voor zover ik begrepen heb. Wat zegt dat over onze tijd? Vinden wij Judas interessant of... Ja, we vinden Judas kennelijk interessant. En waarom? Omdat hij... je zoekt natuurlijk altijd naar ingang, verrassende ingangen. Ik zou me voor kunnen stellen dat zoiets speelt. En waarom zou je zo iemand verraden? Dat is een interessante vraag. Ik denk wij eerder geïnteresseerd zijn in de mensen die dingen doen die we niet begrijpen, dan in de zonder problemen goed doen. Dus de leerlingen die wegvluchten, dat kan je nog wel begrijpen, want die zijn in paniek. Ja. Maar Judas verraadt hem en dat triggert, want je begrijpt niet waarom verraad je zo belangrijk iemand. Ja, dank je wel. Dus ik denk dat hij als filmpersonage in die zin ook interessanter is. En dan gaan we nog even naar een andere film die ik graag wil bespreken, namelijk The Passion of the Christ van Mel Gibson. De laatste Jezus-verfilming, voor zover ik op dit moment weet, grote Jezus-filming. Ja. Daar is verschrikkelijk veel over te doen geweest. Ja. Hè? Je hebt lovers en die vinden het middel tot evangelisatie. Ja. En je hebt haters die het een soort snuff-movie hebben genoemd. Ja. En dat wordt natuurlijk vooral bijvoorbeeld in die geestelingsscène die... Ja.
heel archipel. Ja, ja, dus kijk, wat de pretentie een beetje bij die film was, is zeg maar om het allemaal historisch zo betrouwbaar mogelijk neer te geven. Ze praten allemaal Grieks en Latijn en Aramees. Het gekke is dat daarmee zit je dus juist niet, zeker niet bij de evangelisatiekant. Hè? Dus het evangelie is geen procesverslag. Van niks niet. En op het moment dat je bijvoorbeeld zo'n geestelingsscène heeft, nou ik geloof dat die in de film 20 minuten duurt of zoiets, in het hele lijdensverhaal van Jezus is dat één vers. Dus zeg maar, als je de tekst leest, heeft het zeg maar, nauwelijks tijd nodig. Terwijl in vergelijking met de rest van de tijd die je moet besteden om alles te lezen, in de film is dat precies als ware omgegaan. Nou, wat ik het interessante daaraan vind, en dan keer ik terug naar Marcel, als je de geestelingsscène in Jesus Christ Superstar neemt, hè, Pilatus die dan af aan het tellen is, dan is eigenlijk Jezus niet zoveel zichtbaar. Het is vooral de gezicht van Pilatus met die vol afreizen staat af te tellen. Zo met The Passion of the Christ is juist Jezus de hele tijd in beeld, inclusief stukken vel die af het lichaam afgetrokken worden. Ja. Wat zegt zoiets, Marcel, over wat voor een film het is? Nou, ik vind het typische film van de 21ste eeuw. The Passion. The Passion. Ja, dus enorme nadruk op lichamelijkheid en lichamelijke emoties, op pijn. Ja, ik ben het met Archibald eens. In de Bijbel vind je daar niks van. Jezus krijgt pas pijn in de 13e eeuw, heb ik eens een artikel geschreven. Dus de hele pijnervaring komt in de Bijbel niet van voor. Dat wordt pas veel later wordt dat in het verhaal ingelezen. Dat wordt hier enorm uitvergroot. Heeft dat te maken ook met de theologie, even heel grofmazig, maar dat in het begin vooral de goddelijkheid van Christus centraal staat en God kan niet lijden. En dat wij vanaf de 13e eeuw de mens, Jezus, zijn gaan ontdekken en die kan juist wel lijden. Dat weet ik niet. Maar het is wel een soort Matthias Grunewald onder de film, zal ik maar zeggen. Als je het vergelijkt met het Isaheimer retabel. Het spat eraf, zal ik maar zeggen. Daar van het schilderij, hier van het filmdoek. Vinden jullie het een mooie film? Ik denk wel dat in de 13e eeuw de menselijkheid van Christus wel een belangrijke rol krijgt. Ja, ook weer in bepaalde kringen, niet overal. Maar ik denk wel dat dan een rol gaat spelen. Het speelt zeker in de 21e eeuw een rol. Zeker. Vind je het, een laatste vraag voor dit moment, allebei. Vinden jullie het een mooie film in de zin van, zou je iemand aanraden om naar te gaan kijken? Ik zou iemand Jésus de Montréal aanraden. Jésus de Montréal. Schitterend. Oké, en Marcel? Dat zou ik ook doen. Ik vind het een verschrikkelijke film, ja. Oké, dank jullie allebei voor dit moment. Ja, we zijn weer bij de wekelijkse agenda-rubriek hier in de Ontdekking van de Hemel. En ik wil graag als beginnen om een stuk te laten horen uit de film Brave. Ik zag iets die dag. Iets dat ik niet zal vergeten. Het was 12 voet hoog, met messcherpe klauwen. En in zijn kop reikte 1 doodoog. Hij trok mijn zwaard en... Hup! Paasbeen in een hup eraf. Ah, dat is mijn lievelingsstuk. Overeenkomstig. Ja, we luisteren naar een klein stukje van de film Brave, de nieuwe film van Pixar en van Disney. En ik ben er met mijn kinderen een paar dagen geleden heen gegaan. Het is een prachtige film. Het speelt zich in de Schotse hooglanden met allemaal rivaliserende clans die veel vechten en veel zuipen en veel plezier maken. En de oudste dochter van een van de clanleden, een van de clanleiders, Mirida, die moet uitgehuwelijkd worden. Ze heeft prachtig, lang, roodkrullend haar. Ze lijkt ook op mijn vrouw, daarom vind ik het zo mooi. En die moet uitgehuwelijkd worden. En daar heeft ze totaal geen zin in, want zoals elke zichzelf respecterende, opgroeiende jonge vrouw, maakt zij zelf wel uit aan wie zij haar hart geeft. En eigenlijk gaat de hele film over de spanning tussen individuele vrijheid en je eigen toekomst mogen opbouwen. En anderzijds je invoegen in een sociale patroon waar je ook gewoon bepaalde rechten, plichten en verantwoordelijkheden bij horen. Oftewel het proces van opgroeien wat wij allemaal hebben meegemaakt. Archibald, mag ik aan jou vragen? Wanneer ben je voor het laatst in de bioscoop geweest? Welke film heb je gezien? Nou, de laatste keer, dat moet heel lang geleden zijn. Ik dacht dat die film Franelli heet of zo. Het ging over die castraatzanger in de Italiaanse baroktijd. Dat is al een tijdje geleden, denk ik. Ja, was volgens mij begin jaren 90. Oké, maar eigenlijk moet je naar deze film toe gaan. Marcel, weet jij, laatste bioscoopfilm van jou? Ik was bang dat je me dat ging vragen. Dat is zo'n prehistorie voor mij, hoor. Als ik eens een film zie ik hem thuis. Maar ik denk
Ja, dat was zo'n film over Oost-Duitsland. En de muur die viel, maar er was een mevrouw en die lag in coma. En die ontwaakte uit het coma. En toen gingen er kinderen, die wouden de shock niet al te groot maken. Die hebben toen het hele huis weer van voor de val van de muur ingericht. Dus die waren weer in de DDR, terug in de DDR. Een ontzettend grappige film was het. Ik weet welke het is, ik heb ervan gehoord. Maar ik kan natuurlijk ook niet op de titel komen. Nee. In ieder geval de film Brave aanrader voor kleine kinderen. Maar ook voor hele grote kinderen van jaar of 40 en 50. Het is prachtig om naar te kijken. En je kan gewoon op internet zoeken in welke bioscopen die draait. Maar hij draait nog een paar weken in verschillende filmhuizen. Het tweede punt op de agenda is het boek Religiestress. Geschreven door Tom Mikkers, de secretaris van de Remonstrante Broederschap in Nederland. En het is uitgegeven bij uitgeverij Meinema. En in dat boek Religiestress, ik heb het in één adem uitgelezen, geeft Tom Mikkers eigenlijk een beschrijving van hoeveel moeite wij als Nederlanders op dit moment hebben om te gaan met religie in de publieke ruimte. Dus zolang religie achter de voordeur blijft, zoals Mark Rutte ook in een interview in Trouw gezegd heeft, dan vinden we het allemaal goed. Dan mag je het zo gek maken als je zelf wil, want het zit achter de voordeur. Maar zodra religie zich op het publieke domein gaat begeven, boerka's, weigerambtenaren, hoofddoekjes, kruisbeelden in scholen, kruisjes om de nek van buschauffeurs, dan begint iedereen heel geagiteerd te worden. Dan krijgen we vlekken in het gezicht, zoals Tom Mikkers allemaal zegt. En hij wil dat niet alleen constateren dat wij die religiestress hebben, dat hebben we, maar hij wil ook vooral een aantal ingrediënten aangeven hoe we daar af zouden kunnen komen. Voornamelijk door goed naar elkaar te luisteren en van tevoren spelregels met elkaar af te spreken. Marcel, ervaar jij wel eens dit soort religiestress? Ja, nou niet persoonlijk, maar het verschijnsel is me natuurlijk heel bekend. En de allergische reactie, is meer haast een religieallergie nog dan een religiestress om je heen. Ja, die is wel heel sterk aanwezig. En daar is Nederland een uitzondering in, of West-Europa. Ik vertrek morgen weer naar Zuid-Afrika. Nou, daar ligt religie duimendik overal op straat. Zonder probleem. Zonder probleem. Dus misschien een probleem van West-Europa. Ik denk het. Ja. Archibald, heb jij wel eens rode vlekken in je gezicht vanwege religie in het publieke domein? Nee hoor, ik heb helemaal geen last van religiestress. Maar het klopt, ik neem het om me heen wel waar, dit verschijnselen. Ja. Denk je dat, hoe komen we daar vanaf, van deze allergie? Nou, dat is natuurlijk wel een heel moeilijke vraag. Maar misschien is het ook goed om ons te realiseren dat religie uit haar wezen zelf niet iets is wat achter de voordeur plaatsvindt. Want? Religie is namelijk altijd, geloven doe je niet in je eentje om het zo te zeggen, maar met anderen samen. En speelt het dus daardoor altijd af in het publieke domein. En misschien een aantal mensen in Nederland zich dat onvoldoende hebben gerealiseerd wat religie eigenlijk is. Maar en daarom ook nu zo snel angst hebben. Ja, religie kan niet achter de voordeur? Nou, daar kan het ook. Maar religie is ook een publieke zaak, zonder meer. De overheid zou zich dat ook moeten beseffen. En we zouden daar ook beleid op moeten maken. De overheid moet geen voorkeur hebben voor een bepaalde religie. Maar dat wil niet zeggen dat ze antireligieus of zelfs neutraal moet zijn. Dat kan eigenlijk niet. Want waarom kan een overheid niet neutraal zijn wat betreft religie? Omdat ze dan kiest tegen de religie en dan is ze al niet meer neutraal. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Ik wil jullie allebei aan het eind van deze uitzending hartelijk bedanken. Archibald van Wieringen van de faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg met het boek De Bijbel Theologisch. En ook Marcel Barnhart van de Protestantse Theologische Universiteit met zijn boek De Bijbel Cultureel. Ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie hier wilden zijn en jullie boek wilden laten zien en wilden bespreken. Dit was de vierde uitzending van het maandelijks luistermagazine De Ontdekking van de Hemel op Radio Kerk in de Keistad. Een programma mede mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken Amersfoort en de faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Volgende week zit hier mijn collega René Rosmolen. Hij praat met de nieuwe voorzitter van de al eerder genoemde Raad van Kerken in Amersfoort, Machiel van der Giezen. Hij praat over ecumene in de breedte, over de kerk, de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving en spiritualiteit. U kunt deze uitzending ook altijd vinden op de website van Radio Kerk in de Keistad en op mijn eigen website www.goedgezelschap.eu. Voor dit moment hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot volgende keer en God zegen.